commentaar was dat. En vanavond laat ze zich voor de volle 100% zien. Dames en heren, hier is Maaike. Maaike heeft deze week de opdracht om haar Ilse de Lange imago van zich af te schudden. Ik denk dat ik met dit nummer wel heel wat anders kan laten zien als Ilse de Lange. Tenminste, ik hoop het in ieder geval. Dat gaat ook zij doen met een nummer uit haar geboortejaar, 1990. Ik ga Promise Me zingen van Beverly Craven. You light up another cigarette and I pour the wine. Ik vind het moeilijk om van de middenstem naar de kopstem te gaan. Je kan heel veel bij mij nog leren. Ook danscoach Monira heeft wilde plannen met Maaike. Ik wil je niet op die trap hebben als een soort gedrapeerde engel of zo. Geen Ilse, geen engel. Benieuwd wat het dan wel gaat worden. Maaike goes wild. Ja, like Maaike goes wild. Yeah. Het was het jaar dat Maaike in Raalte werd geboren. En ook het jaar waarin Nelson Mandela werd vrijgelaten. Ja, en 1990 was ook de doorbraak voor de Britse zangeres Beverly Craven. En vanavond wordt haar grootste hit Promise Me gezongen door Maaike. En ik zie dat je een fantastische pianist had meegebracht, Maaike. En dat is het zusje van Lode. Dat is Kitty. Geef een applaus, de pianiste. Ja, ja. Wat een muzikale family. Nog een beertje erbij. En deze speciaal voor jou. Nou ja, ik weet het. Ik krijg iedere keer commentaar dat mensen zeggen... ja, soms zeg je ook als je op die stoel zit met de kandidaten... van ik vond je leuk en wat zong je goed. Ik vind natuurlijk alle kandidaten goed. Ik vind het heel knap als jullie allemaal doorgekomen zijn. Met sommige mensen heb je echt zoiets dat je bijna flauw valt naast je stoel. En dat prachtige jurkje van zijde met al die glitters heb je denk ik niet eens nodig. Want ik denk, die hoge noten, ongekend. En je ziet er ook zo nuchter bij. Ben je nou niet zoals alle andere kandidaten ook zenuwachtig? Want... Ik was vandaag wel zenuwachtiger als vorige week. Ja. Maar ja, voor mijn gevoel ging het wel goed. Maar jij hebt natuurlijk altijd wel wat op te merken aan jezelf. Lekker nuchter dus, uiteraard. Volgens mij ging het wel goed. Ja, het was hartstikke mooi. En je gaat me ook nog een keer een soort ruige Maaike zien. Met helemaal uptempo en knallen. En... ik hoop het. Misschien volgende week. Dus ja, nou, we zullen zien. Je bescheidenheid zie je. Ik wens je alle succes bij de jury. Dames en heren, Maaike! Dankjewel. Zo, meisje. Ik denk dat jij vanavond Raalte gewoon hebt laten smelten. Ik hoop het. Ik denk het wel. Maar of dat bij Maries ook is gelukt?
Ja, Maaike, je hebt wel bewezen dat je echt wel meer kunt dan alleen Ilse de Lange zingen. Ik vind jouw vocaal echt ver voor liggen op je concurrent op dit moment. En dat is gewoon heel erg goed. Voor jou ligt de enige uitdaging erin dat je zou kunnen gaan proberen wat jouw grenzen zijn op het gebied van performance, misschien een andere look. Blijf vooral jezelf. Maar dat is eigenlijk op dit moment het enige waar jij verbetering in kunt laten zien. Want ik vind het vocaal fantastisch. Dankjewel, Maaike. Nou, Henk-Jan was net niet zo positief. Ik hoop nu wel. Maaike, ik hield mijn hart vast toen ik hoorde dat jij dit nummer zou gaan zingen. Want dit is natuurlijk een liefdesdrama waar je echt voor moet geleefd hebben. Op jouw leeftijd kun je dat gewoon niet brengen, dacht ik. Maar echt, in tegenstelling tot je vorige kandidaat, waarvan ik zei, ik geloof er geen woord van. Hier geloofde ik ieder woord wat je zong. Dat is jammer. Je was zo mooi beheerst dat ik echt... Ik baalde echt van die laatste noot die net niet spot-on was, maar de rest was zo mooi. Het was jammer dat het zo eindigde, maar ik vind je geweldig echt. Heel goed. Ik kan niet in je hoofd kijken, maar wat gebeurt er in je hoofd als je dit hoort? Ja, ik ben blij. Je bent gewoon blij? Ik ben heel blij. En je denkt nu alleen nog, kom erop met die punten. Ja, inderdaad. Nou, kom erop met die punten. Nou, kom erop dan, een 9. Yes! Maries. En nog een 9. Ook een 9. Babette. Maaike, je kan nog beter, een 8. Een 8. Babette denkt het kan nog beter, Mark. Vanmiddag in de repetitie was net perfect. Nu was gewoon heel goed. 9. Een 9. Het zit goed, met een 8,8 gemiddeld sta je hoog in de ranglijst bij de tussenstand. Kijk maar mee, weer boem op 1 boven Willem en Sherilyn. Daar sta je, meid. Maar blijf je daar ook staan? Volgens de jury wel, maar de mensen thuis. Heel Raalte, u heeft een telefoon, ik weet het zeker. Pak hem dan, hè. 09090316 of sms Maaike naar 4600. We gaan voor je duimen. Dankjewel. Dankjewel. Maaike!